Goedemiddag hier in deze mooie BMW-kamer. Ik zie hem zelden eigenlijk zo gevuld, behalve misschien met 3 oktober. Maar staat iedereen hier aan de haring en korenwijn. En dit is dan toch net weer even een andere setting. Welkom hier in Leiden, ook stad van de ontdekkingen. En welkom hier bij deze hele speciale gelegenheid. Jan Wolkers, we zijn heel blij ook dat we iedereen hier in de zaal hebben. En ook Carina Wolkers hier op de eerste rij natuurlijk. Als ik even denk aan Wolkers, dan denk ik voornamelijk ook aan mijn eigen leeslijst van vroeger. En dat veel van mijn klasgenoten ook Wolkers kozen. En ik weet niet of dat nou om de literaire inhoud was, dan wel om de hele expliciete gedeelte in zijn boeken. Dus iedereen vond het wel spannend om de boeken te lezen. We zijn heel blij ook dat in de vernieuwde Lakenhal straks 17 werken van Jan Wolkers, dat we die in ons bezit hebben en dat we daar allemaal in Leiden van mogen genieten. Daar zijn we heel trots op en dat ook een deel van de nalatenschap ook naar de universiteitsbibliotheek gaat. En dat gaat dan meer om niet zeg maar de kunstwerken, maar ook om het stuk archief. Dus wij zijn daar ontzettend trots op en we hopen ook dat iedereen in Leiden ontzettend kan genieten van eigenlijk iemand die nou niet in Leiden geboren, maar wel zo'n enorme connectie met Leiden heeft. En het mooie is dat ik in ieder geval in de column van Onno Blom op een gegeven moment ook werd gezegd dat hij het ontzettend heeft opgenomen voor Rembrandt, die eigenlijk deels ook miskend werd. En er was nog een anekdote, stond er ook in die column, dat hij zelf ooit een keer een krans heeft gehangen bij het woonhuis van Rembrandt, met daarop dat Rembrandt eigenlijk deels miskend was en dat hij zelf een brief had geschreven naar de krant waarin hij zei, een anonieme brief, jongens, jonge lieden hebben dit gedaan en die herkennen wel het talent van Rembrandt. En zo heb je denk ik twee kunstenaars die op een of andere manier wel met elkaar verbonden zijn, maar misschien dat iemand anders dat nog veel beter kan vertellen, maar die heel veel voor Leiden hebben betekend. En ik denk dat dit ook de eer is die Jan Wolkers verdient. En deze combinatie met Leiden. En ik hoop dat iedereen, niet alleen de mensen hier in de zaal, maar ook gewoon de mensen in Leiden, kunnen genieten van zijn nalatenschap, zijn ideeën en dat wat hij voor Leiden heeft betekend. En daarmee is in ieder geval het einde van mijn praatje. En we gaan volgens mij nu naar Koert de Belder toe, die daar iets over gaat vertellen. Geachte genodigden, voor u staat een heel gelukkige en trotse directeur van de UB Leiden. En Meta, zo voel je dat toch ook aan, geloof ik, hè? Maar wij zijn bijzonder gelukkig, vereerd, maar vooral ook dankbaar dat Carina Wolkers ervoor gekozen heeft om de artistieke nalatenschap van Jan Wolkers toe te vertrouwen aan twee Leidse instellingen. De Lakenhal en de UB Leiden. Precies een jaar geleden hebben we gezamenlijk ons voornemen aangekondigd om dit nalatenschap te willen verwerven. En we kunnen u dus nu melden dat dit is gelukt. En dit dankzij de steun van verschillende instellingen en personen. De oude wens van de schrijver en kunstenaar en zijn echtgenote Carina om de collectie in Leiden onder te brengen gaat hiermee in vervulling. De synergie tussen onze beide collecties maakt het straks mogelijk dat Leiden voor eens en altijd de thuisbasis van het dubbeltalent Wolkers zal zijn voor zowel publiek, onderzoekers en studenten. Het werk van een van Nederlands belangrijkste en meest veelzijdige kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog blijft zo behouden en beschikbaar in twee publieke instellingen voor expositie, onderwijs en onderzoek. Of zoals Carina Wolkers het zelf zei, Leiden is de stad waar Jan Wolkers als kunstenaar geboren is. Het spreekt vanzelf dat de tekeningen, schilderijen, beelden en manuscripten die hij in 65 jaar gemaakt heeft, weer terugkeren naar Leiden. Daarmee is de cirkel van zijn kunstenaarsleven voltooid. Wat komt er dan eigenlijk straks van Texel naar Leiden? De collectie van Museum de Lakenhal wordt met de verwerving van een representatieve selectie van 17 beeldende werken verrijkt.
Het betreft onder meer Wolkers vroegste figuratieve werk, de geometrische materiële reliefs van begin jaren 60, de meer conceptuele experimentele assemblages van de jaren 70 en het eerste lichtschilderij uit 1988. Binnen de collectie Nederland was tot nu toe het werk van Jan Wolkers karig vertegenwoordigd. Het is terug te vinden in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Tijdens Museum in Haarlem en het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan telkens maar met een beperkt aantal stukken. En ook in de collectie van het Museum de Lakenhal was Jan Wolkers met slechts 3 werken spaarzaam vertegenwoordigd. Een figuratief gipsbeeld uit 1953 en 2 abstracte schilderijen. En door het verwerven van een representatieve selectie van beeldende werken wordt deze lacune definitief gevuld. De Lakenhal wordt hierdoor het centrum voor het beeldend werk van Wolkers. De door de Universitaire Bibliotheek Leiden verworven nalatenschap omvat tekeningen en literair en persoonlijk archief van Wolkers. Het tekenoeuvre van Jan Wolkers is een royale selectie van rond de 220 tekeningen gemaakt. Tekenen deed Wolkers slechts in een bepaalde periode van zijn loopbaan, namelijk vooral aan het begin en aan het einde daarvan. Het omvangrijke jeugdwerk is vrijwel geheel geselecteerd. Het laat het begin van Wolkers ontwikkeling als kunstenaar zien, maar biedt tegelijkertijd belangrijke aanknopingspunten bij de biografie van de kunstenaar. De plekken uit zijn jeugd, zijn familieleden, niet te vergeten een grote groep zelfportretten en motieven die terugkeren in zijn boeken en ook in zijn latere schilderwerk. Die zijn alle in die tekeningen te herkennen. Tot dit werk hoort ook een aantal voorbereidende studies van Wolkers beeldhouwwerken. En uit zijn latere carrière dateren grote abstracte aquarellen die duidelijke raakpunten hebben met Wolkers geschilderde oeuvre. En deze tekeningen komen dus in het Leids prentenkabinet van de UB Leiden. Het schriftelijke nalatenschap omvat het persoonlijke en literaire archief van Wolkers. Dat bestaat uit vele honderden stukken zoals brieven, dagboeken, familiefoto's, aantekeningen, typoscripten, drukproeven en nog veel meer. Het merendeel van het materiaal heeft betrekking op zijn literaire werk. Wolkers was niet alleen een groot schrijver, maar ook een zorgvuldig archivaris van zijn eigen papieren. Van vrijwel elk boek, roman, verhalenbundel of essays zijn 1 of meer versies in het archief te vinden. Dit zijn steeds typoscripten. Wolkers schreef zelden met de pen. Van extra waarde zijn de door hem wel met pen geredigeerde drukproeven van Kort Amerikaans uit 1962 is bijvoorbeeld zo'n drukproef aanwezig met door Wolkers aangebrachte correcties. Juist vanwege de sterk biografische inslag van Wolkers literaire werk zijn ook de persoonlijke delen van het archief van groot belang. De brieven aan collega's, vrienden en redacteuren, de dagboeken waarvan er enkele inmiddels zijn uitgegeven en de paparazzen die het dagelijks leven documenteren. Daarnaast foto's en documenten uit het privéleven van de auteur, bijvoorbeeld uit zijn jeugd en rond de afwijzing van de Constantijn Huygensprijs. Dit alles wordt aangevuld door documentair materiaal. Foto's van optredens en presentaties, knipsels van onthullingen van beeldhouwwerken en met recensies van de boeken. Essentiële informatie voor de bestudering van Wolkers werk. Maar eigenlijk moet ik de woorden citeren van Wolkers weergaloze biograaf, Onno Blom, die in zijn bekroonde biografie, Het litteken van de dood, het niet alleen zoveel beter zei, maar ook de betekenis van dit bijzonder rijke archief ons bijna doet voelen. En ik citeer. Wolkers persoonlijk archief in Pomona is een veelkoppig monster. Het grootste gedeelte staat in een tuinkamer, waar van vloer tot plafond tekeningenkasten, planken, dozen en kasten met tientallen laadjes tegen de wanden staan. Ze dragen op het eerste gezicht raadselachtige opschriften als Voske, de Veelvraat en de Hittegolf. In de laadjes staan brieven van en aan zijn eerste vrouw Maria de Roo en die aan zijn tweede vrouw Annemarie Nauta. Sommige van zijn brieven had Wolkers geschreven in Parijs in 1957. De eerste was uitgetikt op een aquarel van de Eiffeltoren. Bij een ander zat een tekening van Wolkers van wat hij allemaal met Annemarie ging doen als hij terug was uit Parijs. Typoscripten, aantekenboekjes, zwarte mappen met recensies en interviews. In een grote diepe lade in de studio lagen alle dagboeken. En in de grijze stalen boekenkast stond niet alleen zijn eigen literaire werk keurig naast elkaar,
in de tijdloze omslagen van Jan Vermeulen. Maar waren de planken ook gevuld met boeken waarin Wolkers bij belangrijke passages een wc-papiertje tussen de pagina's had gestoken. Omdat die papiertjes vergingen, was er onder de boekenkasten een fijn stof neergedwarreld van toiletpapier. De sneeuw van zijn geheugen. Einde citaat. Heel mooi. Deze neerslag van het geheugen van Wolkers zal u dus volgend jaar in de UB Leiden kunnen raadplegen. U zal natuurlijk vragen, ja, volgend jaar maar eerst. Ja, het echte werk begint maar nu. Na verwachting zal de nalatenschap van Jan Wolkers eind dit jaar verpakt en getransporteerd worden van Texel naar Leiden. De schilderijen en reliefs zullen worden ondergebracht in Museum de Lakenhal, dat na een grondige restauratie en uitbreiding in het voorjaar van 2019 haar deuren weer opent voor het publiek. Een aantal van deze stukken is dan te bewonderen in de vaste opstelling en alle stukken worden beschreven, gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt op de website van Museum de Lakenhal. Het omvangrijke archief en de tekeningen worden ondergebracht in de UB aan de Witte Singel en de materiële verzorging en inventarisatie van de papieren zal de nodige tijd vergen. Niettemin worden zo spoedig mogelijk in 2019 alle tekeningen en een selectie van interessante manuscripten en documentatie gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website van de UB Leiden. Belangrijke vorderingen in de beschikbaarstelling en ook activiteiten zullen worden gemeld op een nieuwe website, wolkersinleiden.nl. Dus noteert u dat, wolkersinleiden.nl. En die is zojuist in de lucht gegaan, die is zojuist gelanceerd. Tevens zullen in het najaar van 2019 diverse activiteiten worden georganiseerd om de Leidse bevolking en alle geïnteresseerden en fans kennis te laten maken met dat nalatenschap. In voorbereiding zijn onder meer een tentoonstelling in de universiteitsbibliotheek, een publieksmiddag met lezingen en presentaties op een aantrekkelijke locatie in de Sleutelstad. En we kijken er enorm naar uit u allen daar ook te mogen ontmoeten. Ter afsluiting wil ik een aantal personen en organisaties bedanken. Deze verwerving kwam tot stand dankzij genereuze bijdragen, financiële bijdragen en subsidies van Carina Wolkers, het Mondriaanfonds, de Vereniging Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Leiden, de Vrienden van de Universitaire Bibliotheek Leiden, het Leids Universiteitsfonds en de Stichting Sabawas. Uw steun was geweldig, maar ook noodzakelijk. Namens de UB Leiden en Museum de Lakenhal wil ik u daarvoor van harte bedanken. Zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest. Tevens danken wij 4 individuen die hun naam hebben verbonden aan onze fondsenwervingsacties. Burgemeester Henri Lemfrink en rector Magnificus Karel Stolker, die tot hun spijt hier niet bij kunnen zijn. Voormalig fractievoorzitter Alexander Pechtold, hartelijk dank en ook bedankt voor uw komst. En actrice en regisseur Monique van de Ven. Hartelijk dank voor uw mooie steun allemaal. Achter zo'n traject waarvan de eerste verkennende gesprekken zijn opgestart begin 2014, zit natuurlijk een heel team zonder wiens ongelooflijke werk dit allemaal ook niet mogelijk was geweest. Ik wil dan ook Annemieke Biesheuvel, André Bouwman, Casper van Omme, Chef Schaaps en Erik Weber, alle van de Universiteit Leiden, en Meta Knol, Tara Lem, Annette Mullink en Minke Schat van Museum de Lakenhal van harte bedanken voor de intensieve en succesvolle samenwerking. Dankjewel. En dan nu voor het moment suprême wil ik Carina Wolkers uitnodigen om de symbolische overdracht te doen van de nalatenschap van Jan Wolkers. En Meta, mag ik je ook uitnodigen om naar voren te komen. Hoe gaan we dit doen? We moeten natuurlijk ook voor foto's gaan. Wat zit erin? Dan zal ik je laten zien wat erin zit. Er zit in. Dit is dus het allervroegste manuscript van Cortemoer Kaans. Ik durf het bijna niet uit te pakken, want het zit op hele dunne velletjes. Maar ik heb nog iets anders. Dit is dus die eerste druk, maar in deze map zit
de kopij voor de 40ste druk, de herschreven. Zal ik er eentje pakken? Ja, wacht ik er nog maar wat veel leuker is. En dan ter illustratie van de eerste pagina van Korte Medicaans, waar de hoofdpersoon Erik van Poelgeest door de Breestraat loopt. Ja. En bij het postkantoor postzegels koopt met het waterpaard erop. Het waterpaard van Erik van Poelgeest. Uit de oorlogsjaren. Ja, deze. Ja. En het manuscript van Kort Amerikaans. Boven de Trianon in de Breestraat, dat was tegenover het oude postkantoor, hing een foto van Marika Ruk. Iets minder schuiser gekleed dan op deze foto, maar die is dan ook van enige tientallen jaren later. Onze goede vriend Teun de Winter heeft haar ooit geïnterviewd en haar toen gevraagd om haar handtekening voor Jan. Oh, en hij staat erop. Van Wokkers. En dat is dus ook, ja, kijk. Zomaar een greep uit een heel rijk archief. Ja, ja, nee, wat dat betreft. Er is meer, maar nu niet. Alsjeblieft. Je hebt ook meegenomen, Onno. Kan je dat zo laten zien? Onno ook meegenomen. Ja, nu, jij mag het aanpakken. Hè? Mag ik het aanpakken? Ja, mag jij het aan. Mag jij het vertellen? Doe ik dan zo. Ja. Fotomomentjes. De jonge Jan Wolters. Even als analogie met de jonge Rembrandt. Ach, hè? Mooi. Ja. Kun je nog even deze pakken? Ja. Ja, super. Je ziet het, en dit is nog nou ja, 0.5% van wat er in die lade zit. Dus, wat dat betreft, kan André aan de slag. We zullen de verhuiswagens binnenkort naar Texel laten rijden, maar dit was het eerste voorbode van het eind. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja. Ik kondig jullie aan. Oké, goed. Geachte aanwezigen, we hebben voor u ook een prachtig panel samengesteld onder leiding van Onno Blom. En dat panel gaat het hebben over het werk en het narcistieke nalatenschap van Jan Wolkers. Verder zijn aanwezig uiteraard Carina Wolkers, Meta Knol, André Bouwman, Rick Honings en dus Onno Blom. Mag ik u allemaal uitnodigen om vooraan te komen zitten. Ik ga hier even rustig. Het voelt een beetje als de gemeenteraad. Dat is het ook. Dit is een overname. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Om deze jongen gaat het dus. Om Jan Wolkers. En eigenlijk gaat het ook om de jongen Jan Wolkers van 18 jaar. Want die is hier op dit bloknootvelletje verbeeld. Het is gedateerd in 1945. En de oorlog is voor Jan Wolkers ongelooflijk belangrijk geweest. En hij heeft daarvan een jaar in Leiden doorgebracht tussen 1943 en 1944. Daar heeft hij ondergedoken gezeten op een zolderkamertje aan de Lange Mare. En heeft hij veel tijd verdaan, of ik zou eigenlijk zeggen gesleten, in de Schilders- en Tekenacademie Ars Emula Nature. Want dat was het idee van Jan Wolkers, om tegen de stijlgereformeerde wereld waarin hij opgroeide een tegenwereld te scheppen in beeld. Hij wilde kunstenaar worden om zelf, ik zou haast zeggen, als God over hemel en aarde te heersen. Want enige grootmoed, hoogmoed van de jonge Jan
die mag niet onvermeld blijven. En het is misschien aardig om eerst eventjes te vertellen dat het niet alleen de wens is geweest van Jan Wolkers dat zijn nalatenschap in Leiden terecht zou komen in de laatste jaren van zijn leven. Zijn er enkele gesprekken over gevoerd, onder andere in de aanwezigheid van Alexander Pechtold, wat er met zijn nalatenschap zou moeten. En toen was hij er al snel uit dat dat in Leiden zou moeten zijn. Inderdaad, zoals Cor te Belder ook al even aanhaalde, omdat in Leiden Jan Wolkers als kunstenaar is geboren. Als jongen liep hij altijd van zijn geboortehuis in de Deutstraat in Oestgeest over de Rijnsburgerweg naar de stad. En hij doolde rond door de hele stad, maar hij zocht met name de musea op en ook met name het museum De Lakenhal. En raakte daar zwaar onder de indruk van het laatste oordeel. En dat kan je ook wel voorstellen dat zo'n gereformeerde jongen daar met open mond naar stond te kijken. Naar al die daakte vrouwen op dat schitterende schilderij. Maar het mag ook niet onvermeld blijven en daarna zal ik vooral de mensen hier achter de tafel het woord gaan geven over het belang van de collectie en wat die nou allemaal behelst. Om even voor te lezen uit het originele typoscript van Kort Amerikaans, wat eigenlijk de visie van Jan Wolkers op de Leienaren was. Kort Amerikaans speelt zich helemaal af in de stad, in de oorlog. En de held van dat boek, Erik van Poelgeest, die komt door de Maarsmansteeg, loopt naar de vismarkt, hier hemelsbreed, nog geen 100 meter vandaan. En hij wijst erop dat op het monument bij, of het beeldhouwwerk op de vismarkt, het piemeltje van dat fountje eraf is. Er staat hier aan met een jongen. Die daar bij die vismarkt ook is aangekomen en daar raakt hij mee in gesprek. En hij kijkt om zich heen en hij kijkt naar de Leidenaren. En dan valt hem in wat er nou eigenlijk aan die Leidenaren echt te zien is. En hij typeert daarmee volgens mij voor eeuwig de Leidenaar heel erg sterk. Ik lees u nu één zin voor uit het magistrale manuscript. Het zijn altijd hongerlijders en armoedzaaiers gebleven. Op zoek naar hutspot met klapstuk. De armoede is erfelijk gebleken. Zelfs de dikke zien er niet welgedaan uit, maar foos, alsof ze met een fietspomp zijn opgeblazen. Nou ja, daar kunnen we het dus mee doen. U begrijpt dat dit reden is geweest om de collectie als geheel naar hier te halen. Mij is gevraagd om ongeveer een half uurtje te spreken met de mensen hier achter de tafel, die nu ook verder helemaal geen introductie meer behoeven. Ik wil toch beginnen met aan Carina te vragen wat het voor haar betekent dat Leiden de collectie krijgt, maar dat zij die dan toch ook uit haar huis zal zien vertrekken. Is dat voor jou een moeilijk moment? Het is natuurlijk heel ambivalent. Het zijn dingen waar ik... die ik heb zien ontstaan en waar ik mijn hele leven door omringd ben geweest. Maar om het een beetje plat te zeggen, het ruimt ook wel lekker op. Ja. Ja. Het is mij opgevallen dat je wat dat betreft in een hele schone periode van je leven bent aanbeland. Want je hebt de hele, wat je het atelier noemt, van het huis leeg. Gehaald en helemaal wit geverfd. Je leeft nu in een witte cirkel, zou ik haast willen zeggen. Met één kant de ramen op het zuiden en uitzicht over de velden van Texel. En dan is er de andere kant een witte wand, wat tijden niet zo is geweest. En waar Jan ook ontzettend tegen zou zijn geweest. Ja, absoluut. Ja. Ik heb voor Meta, voor de presentatie, daar nog twee mooie schilderijen opgehangen. Daar hangen wel nu twee schilderijen. Ze heeft er alweer één opgehaald, dus nu hangt er nog één. Meta is nogal hebberig. Ja. Als ze maar de kans krijgt, dan komt er een verhuiswagentje voor om wat op te halen. Maar kijk, alles is nu, je weet, toen we begonnen, ik bedoel met wij, toen jij aan de biografie begon en ik moest maken dat jij daar enige wijs uitkomt, zijn dus al die tekeningen en kasten
vol met papieren. Wat net een archeologische opgraving was, want het was van, je kon zo van 2017 naar 1940 door de papieren heen. Dus toen dat eenmaal opgeruimd was en waardoor het voor jou toegankelijk was. En je hebt alles weer keurig teruggebracht. En nu kan het toegankelijk worden. Denk jij? Nee, ik weet dat dit heb ik ook van huis meegenomen hoor. Ja, nee, dacht je dat maar ik ja, het allemaal hebben niet, gemeten, hè? Dat ik het allemaal niet wist. Ja. Dat, natuurlijk. En trouwens, de chef heeft alles gefotografeerd. Dus. Ja. Nee, als je en die jongens eenmaal binnenlaat. Jij krijgt alles, hè, dat weet je. Je houdt in de gaten. Hè. En anders, je weet waar je zoeken moet. Dus, dus wat ik zeg, het is ambivalent. Jan is inmiddels, nou ja, vandaag precies 11 jaar. Overleden en ik ben eigenlijk blij dat zijn hele literaire en artistieke nalatenschap voorgoed een goede plek vindt in Leiden. Carina, ja. Volgens mij heeft je zijn leven vandaag aan ons doorgegeven. Nee, ik denk dat heel mooi. Ja, nee, dat is zo. Ja. Nee, Jan heeft altijd gezegd dat jij hem eigenlijk beter kende dan hij zichzelf kende. En in het het laatste jaar van zijn leven, waarin wij met z'n drieën, maar ik ook met hem veel alleen heb gesproken, sprak hij altijd zijn volle vertrouwen erin uit dat jij wel zou weten wat goed was, ook voor de dingen die hij naliet. Dus ik denk dat hij inderdaad op een bepaalde manier tevreden kan zijn. Jazeker, en ik hoop ook dat jij kunt behamen dat wat ik gedaan heb goed was voor hem. Ik denk het wel. Ik denk dat als hij de biografie had kunnen lezen, dat hij ook wel af en toe was geschrokken. Dat denk ik ook. Maar daarentegen heeft hij mijzelf vanaf het allereerste begin uitgedaagd om alles, ja, ook het onbetamelijke, op te schrijven. En ook het gênante natuurlijk. Dingen waar je zich voor schaamde, dat is veel erger dan onbetamelijk kon een schrijven. Ja. Er zijn natuurlijk dingen in je leven, dat heeft iedereen. Ja. Waar je voor schaamt en die hij wel opgeschreven heeft. Ja. En waarvan je zou kunnen zeggen, ja. Moet iedereen dat nou weten? Maar hij vond het kennelijk wel. Ja. André Bouwman, als ik met jou mag beginnen. Wat, jij bent bij Carina thuis geweest, je hebt een paar keer gekeken naar het archief. Wat valt je daarin op als je dat nou vergelijkt met andere schrijversarchieven? Of hoe zou je dit archief typeren? Het is zo dat ik diverse schrijversarchieven wel heb gezien, maar ik ben er geen expert in. Maar wat mij hier erg in opviel was een enorm rijk persoonlijk archief om dat literaire archief heen. Een persoonlijk archief dat ook heel relevant is, denk ik, voor het werk van Jan Wolkers. In de studio staat een hele grote ladekast met literair werk. Volgens mij heel nauwkeurig beschreven door Carina. Daar heeft ze een typoscript van gemaakt. En dat was op zichzelf al omvangrijk genoeg. Maar als je dan inderdaad doorloopt naar de tuinkamer, dan schrik je eigenlijk van een hele batterij kasten, ladekasten, die heel veel, ja, je weet het, die heel veel materiaal bevatten, foto's, correspondentie. En nou, daar was niet dat overzicht van bekend. Daar heb ik dus een aantal bezoeken aan gewijd om eens te kijken wat er dan in zat. En dat is, ja, heel omvangrijk, heel indrukwekkend. Ja. Maar bij het tweede en derde bezoek leidde Karim me ook nog naar meer andere kamers. Daar lag ook weer correspondentie. Ik heb nu langzamerhand na drie bezoeken een beetje een overzicht van wat er zo ongeveer is. Ik heb een lijst gemaakt, een inventaris van 13 pagina's. Ik denk dat er zo'n 700 items op staan van klein fragment van Kort-Amerikaans tot correspondentie uit 1980. Dus ja. Heel huge, maar het is dus enorm omvangrijk. En het is eigenlijk zo'n mooie combinatie van literaire stukken en persoonlijke stukken. Je vindt er foto's van het gezin Wolkers uit Oostgeest. Je vindt er foto's uit de periode van de diverse relaties die Jan heeft gehad. Je vindt er documentatie, affiches. Van manifestaties, een heel rijk archief, waar jij
in vergrootruimd en geconsulteerd heb. Ja. Maar waar denk ik nog heel veel meer over te zeggen. Ja, dat is wel een beetje dat ik... Misschien ook wel een beetje dat hier schrijven. Nou ja, ja, het is natuurlijk wel gevaarlijk dat het nu zo meteen ook toegankelijk wordt voor iedereen. Want dan kan je nou precies vaststellen wat ik nou zelf verzonnen heb. En wat ja, van Jan is. Als collectiebeheerder moet ik dan ook zeggen, in jouw biografie wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van het archief. Ja. Maar dan staat toch echt in de voetnoot Archief Wolkers, Archief Wolkers, ja. Archief Wolkers, Archief Wolkers. En ja, daar vind je als, buit, als vind buitenstaande het, ik wens je veel succes. Niet zoveel mee. Dus ja, onze uitdaging bestaat nu in dat dynamische, semi-statische archief eigenlijk statisch wordt. Ja. Wordt beschreven op een manier waarop buitenstaanders hun weg in kunnen vinden. En niet alleen vooral Carina natuurlijk, die ook heel veel in haar hoofd heeft. Jij, die natuurlijk ook in 10 jaar heel veel kennis daarvan heeft opgedaan. Maar ook studenten, onderzoekers. Ja. Zodat ze kunnen kijken hoe het met bepaalde zaken zit. Ja. Ik denk dat dat ook voor ons nu de uitdaging is. Ja. Ja. In die zin is het misschien toch ook wel goed om even aan te geven. We hebben een ruimhartige financiële steun gekregen van diverse instellingen, organisaties, personen. Dat was voor een belangrijk deel natuurlijk voor de verwerving van de nalatenschap zelf. Maar we hebben ook bij diverse fondsen aangevraagd enig geld om te ontsluiten. Ja. Omdat dat zo belangrijk is. Als je zo'n groot archief hebt, ik schat toch zeker 30 strekkende meter. Dan moet je daar inderdaad snel iets mee doen om te voorkomen dat niet alles door de war. Ik wens je daar nogmaals zeer veel succes. Rick Honus, misschien mag ik jou dan meteen, André raakt het al even aan. Jij bent docent aan de universiteit hier ter Stede. Heb jij enige voorstelling bij hoe je dit materiaal dat nu naar Leiden is gekomen zou kunnen gebruiken bij het geven van colleges of bij het helpen van studenten om onderzoek te doen? Ja, denk ik wel. Ik zit nog even te fantaseren over hoe jij aan het werk gaat om een nieuwe druk te maken waarin je dan gaat verwijzen naar alle inventarisnummers. Ja, alle nummertjes van de training. Ja. Over dat andere kwestie. Ja. Nee, het lijkt me prachtig om met studenten daarmee aan de slag te gaan. Ik werk bij de opleiding Nederlands in Leiden, maar vooral bij de opleiding buitenlandse studenten. Wolkers is vrij bekend ook in het buitenland. Hè, dus dat is op zich iets wat aardig is om te onderzoeken. Hè, om de receptie in het buitenland van Wolkers. Maar wat mij het allerleukste lijkt, is eigenlijk om met studenten op pad te gaan naar de Lakenwal en naar het archief en boeken te lezen. En de plaatsen te bezoeken. Mijn leermeester Peter van Zonneveld die heeft een paar jaar geleden een mooi boekje gemaakt. Met een wandeling en fietstocht aan de hand van het werk van Wolkers. En je kunt studenten natuurlijk prachtig laten zien wat de samenhang is tussen leven, het werk en de werkelijkheid. Leiden is wat dat betreft een prachtig openluchtmuseum eigenlijk. En je hoeft maar studenten op pad te gaan om dat te laten zien. Ja. Geldt dat eigenlijk ook voor het beeldend werk, Meta? Is dat een. Kan je aan de hand van het beeldend werk, kan je in sommige gevallen ook gewoon om je heen kijken, kan je er met een blok van Jan, dat is die 17, heeft de hele omgeving van de Poelgeest vastgelegd. Kan je zo mee. Ik denk de beeldende kunst is. Kijk, niets ten nadele van het literaire werk, maar Jan Wolkers was natuurlijk in de eerste plaats beeldend kunstenaar. Heel goed om dat even vast te stellen. Ja. En ook in de laatste plaats. Dus hij begon als kunstenaar in Leiden, als jongen al, met het tekenen van zijn omgeving. En daarmee zijn hand en zijn oog te oefenen. Hij is ook echt een kind van zijn tijd geweest, een man van zijn tijd. En dat zie je heel goed ook aan de ontwikkeling in zijn beeldende werk. En ik geloof, maar jij bent de biograaf, ik niet dat hij na 87 geen romans meer heeft geschreven. Maar beeldende kunst bleef hij altijd maken. En ik denk dat je ook heel goed kunt zien in de verschillende fases van zijn werk. Hè, de jonge Wolkers die opzuigt, kijkt, probeert dat op papier te krijgen of met verf op doek. Trial and error. Hè, je ziet al die fase van uitproberen, dat zie je heel erg goed. En dan begin jaren 50 zie je dat hij zo. Hij begint eigenlijk als beeldhouwer. Het vroegste werk wat wij nu verwerven is een klein beeldje
Een bronzen beeldje, prachtig beeldje, wellustig gekneed, zoals Jan dat dan zelf zei, van Leda en de Zwaan. Leda die begeerd werd door Jupiter, maar Leda bliefde hem niet. Toen nam hij de gedaante van een zwaan aan en nam haar alsnog. Hè. Dat is eigenlijk het verhaal, maar dan toch in dat beeldje, een heel mooi pasteus gekneed beeldje. En dan later gaat hij dat onderbrengen in het tweedimensionale vlak, in schilderijen, materieschilderijen, waar altijd ook wel een soort gereformeerde wetmatigheid in bleek te zitten, als ik het zo mag zeggen. Dus structuur, orde, dat bleef voor hem altijd heel een belangrijk kader, ook als kunstenaar. En dat mondt eigenlijk midden jaren 70 uit in reliefs die heel terughoudend zijn, bijvoorbeeld helemaal wit, met alleen maar halve bolletjes op het vlak aangebracht. Wat ook heel erg past in die tijd van nul, van Jan Schoonhoven. Ik wil ook echt het beeld wegnemen dat Jan Wolkers de ontwikkelingen in de kunst volgde. Hij was er echt een onderdeel van. En dat zie je heel goed aan dat beeldende werk. En dat betekent niet dat hij ergens bij hoorde. Jan Wolkers was super autonoom, hij hoorde nergens bij. Mm-hmm. En dan uiteindelijk na 1980 op Texel en nadat hij in 1987 in Manhattan de sneeuw voorbij zag jagen achter het glas, dat hij uiteindelijk die lichtschilderijen is gaan maken in Texel, waarin alles tot harmonie komt. Ook de mens Wolkers, maar ook de kunst van Wolkers. Ja. En dat, dan maakt hij eigenlijk aan het eind van zijn leven nog zo'n mooi deel van zijn oeuvre. Dus ja, absoluut. De leven en werken zijn erg vervlochten. En ik denk dat het interessant is om ook voor kunsthistorici dit dubbeltalent te gaan verkennen. Want wij kunsthistorici hebben toch ook altijd maar één bril op. In dit geval hebben we er twee nodig. En misschien wel drie als je de mensen en het tijdsbeeld daar ook nog bij optelt. Ja. Jij bent heel vaak de afgelopen jaren op Texel geweest. Ja. En heb in het dagen in het atelier doorgebracht waar de schilderijen in rekken staan en waar je... Ja. Tekeningen, kasten, tekeningen. Stofzuiger bij de hand. Alles bij de hand. En je hebt na die dagen een keuze moeten, mogen maken uit dat werk. Een keuze die dan in de Laakhal terecht zou komen. En dat is vandaag bekrachtigd, dat dat ook echt is gelukt. Hoe heb jij die keuze gemaakt? Is daar iets over te zeggen? Wat je hebt geselecteerd uit het werk? Want er is op Texel veel meer dan de... Ja. Zijn het er nu 17 of 18? Er was er even... onduidelijkheid over 17 werken die jij hebt gekozen. Ja. Hoe heb je die gekozen? Kijk, ik vind het belangrijk om in de Laakhal een representatief overzicht van zijn werk te kunnen laten zien en ook het allerbeste werk. Ja. En dan de vraag wat representatief is en wat het allerbeste is, ja, goh, geef mij het antwoord maar. Hè? Er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. We hebben dat zo zorgvuldig mogelijk gedaan en ook daarbij veel gehad in de gesprekken met Carina. Ook het samenkijken heeft daar zeker een belangrijke rol bij gespeeld. En uiteindelijk, het is heel moeilijk om te kiezen, maar mensen moeten dat. Mensen moeten kiezen, wij ook als museum. En ik vond het wel belangrijk om, wij konden onmogelijk die hele nalatenschap aannemen. Maar zo'n keuze maken is eigenlijk heel mooi, omdat je daarmee heel kernachtig de grove streken in het oeuvre kunt neerzetten. En als het museum straks open gaat op 15 en 16 juni 2019, dan zullen we ook een keuze uit de kerncollectie laten zien. Ja, ja. Dus kom dan en oordeel zelf. Ik ben bijvoorbeeld heel blij met een groot schilderij wat ik krachtig vind, dat heet Hommage aan Bach. Ja. Nou, kan je zeggen? Ja, de kroon op het geheel bijna. En ook het past in het geheel, maar het is toch net even iets anders. Carina, kan je beschrijven hoe dat schilderij eruit ziet? Want het heeft iets van de kleuren van de pastel waar de andere voor zit. Het is een pastel, maar het is een pastel, dat is hem niet. Maar het heeft dus een verticale lijnen. Verticale lijnen. Het vreemde is, het bestaat uit 9 panelen. Het is 2,40 meter bij 2,10. Daarom kom ik niet in het Rijksmuseum. Daar past het niet door de deur. Hadden ze daar niet zo'n envelop kunnen maken zoals voor de nachtwacht? Heel goed.
Ja. Maar het is een prachtig schilderij, omdat het, als mensen van Bach houden, weten ze dat daar ongelooflijk veel ritme en ook harmonie in zit. Ja. En dat zit ook allemaal in dat schilderij. Het is recht omhoog als orgelpijpen, hè? En als ik heb hem wel eens gevraagd ook waarom. Want de laatste keer dat ik met Jan in het atelier was, dat was het eerste wat hij deed als we binnenkwamen: cd-speler aanzetten en Bach opzetten. De orkestra's van in de uitvoering van Tom Koopman, een cd die van Carina heeft. Keihard, dus dat de penselen in de potten rammelden en rinkelden. En toen vroeg ik hem dus naar Bach en naar het schilderij en het hemelse blauw. Toen zei ik, hoe is dat nou ontstond? En toen wees hij alleen maar omhoog door het glazen dak van het atelier. Dus het is inderdaad een heel mooi kernstuk. Ja, absoluut. Ja, dat moet toch echt wel moeilijk zijn voor jou, Carina. Want dit zijn wel de schilderijen waar jij echt, ik weet dat uit ervaring, dagelijks mee leeft. Jij brengt heel veel tijd door in het atelier. Ja. Ze hangen daar aan de wand en je haalt ook geregeld stukken eruit om op de ezel te zetten. Ja, nee, dat maar er staat ook een heel groot deel in de kast. En het is bij Meta veiliger dan bij mij. Ja. En nu, Rob Valthoren heeft een paar weken geleden alle wanden leeggemaakt. En nu kan ik bedenken wat ik daar weer op ga hangen. Want er is nog genoeg om weer een hele andere indeling te maken op het atelier. En dat vind ik wel leuk. Ja, ja, ja. Dat vind ik dus wel. Betekent ook een kans natuurlijk dat er een witte wand is en dat je opnieuw kan beginnen. Een witte wand is een kans. Ja. Ik vroeg me af of er vragen zijn uit de zaal aan een van de aanwezigen hier, want dat is toch ook de bedoeling van het geheel, om u te informeren over wat er in het archief zit en hoe we daarmee omgaan. Is er iemand die daar iets over te vragen heeft? Of bent u nu al tevreden? Gewoon door de aanwezigheid, ja. Ja, mevrouw, veel van het schilderwerk heeft ook met Texel te maken. Dus hoe komt Texel nu, hoe gaan we Texel nu in Leiden terecht laten komen, ja, als we die werken zien? We hebben een erg leuke burgemeester in Texel. Of in Leiden ook, hoor. Nou, die is er even niet, maar... Nee, Alexander kent hem waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Van de club. Van de club, precies. En een van de jongste burgemeesters van Nederland. Dus het lijkt mij een leuk samen zijn van die inleiden over Texel. Lijkt me aardig om eens te bedenken wat we daar kunnen doen. Ja. Maar Leiden is ook niets zonder Texel. En andere plekken in de wereld. Hè. Wat wij in Lakenhal zeggen, dat de Leidse link is belangrijk. Ja. Maar het beperkt zich nooit tot Leiden en dat doet de stad zelf ook niet. Ja. Dat is ook al sinds de 16e eeuw of eerder al een cosmopolitische stad. Dus Texel past daar gewoon ook bij. Misschien nog een aanvulling erop. Het is heel mooi dat deze nalatenschap nu weer naar Leiden komt. Maar het is zeker voor wat betreft het archief niet de bedoeling dat het nooit uit Leiden zou mogen komen. Zoals ook bij andere tentoonstellingen werken wij heel vaak ruimhartig mee om bruiklijnen af te staan voor musea in binnen- en buitenland. En ik denk dat wij ook heel graag zouden meewerken aan een tentoonstelling over een Texelse periode voor een tentoonstelling op Texel. Dus in die zin is het wel zo dat het richting Leiden gaat, maar het is ook weer niet zo dat het absoluut binnen de muren van de bibliotheek blijft. Bevat het archief dat naar de UB gaat ook audiovisueel materiaal? Dat is een goede vraag. Dat zal ik aan de man van de UB vragen. Audiomateriaal. Er zijn geluidsopnames. Die zijn onderdeel van het archief. Er zijn dia's. Er zijn uiteraard foto's. Maar bewegend materiaal. Video, dat weet ik niet, maar... Carina, heb je dat al verbrand, die video's? Gaan die nog in een doosje mee? Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk van alles kwijt wat ik vrees dat dat stiekem in jouw schap hangt. En als ik me vind en over 50 jaar dan
geopend mag worden door de Wolkerstapes. Ja, ja, wat is er een specifieke achtergrond voor deze vraag? Nou, ik heb ook heel graag vier komen als tapes voor die, ja. die interessant zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, komen die ook in het archief? Dat hangt er een beetje van af. Kijk, je mag niet mensen hun privacy schenden. Die banden zijn alleen gemaakt voor het gebruik van de schrijver en in het verlengde van de schrijver, de biograaf. Die ze stond toevallig expres voor het of zo. Nou ja, daarom vind ik ook interessant. André vertelde net hoe hij door Carina door het huis werd geleid en dat er steeds eigenlijk iets bij kwam. Zo is mijn ervaring ook geweest in de afgelopen 10 jaar. En af en toe vond ik ook iets wat helemaal niet de bedoeling was om gevonden te worden. Nee, je hebt een laadje open. Ja, en dat zijn natuurlijk de mooiste dingen. Maar ik geloof wel dat het in principe de bedoeling is dat alles hier naartoe komt. Want Rick, zijn die bandjes nou iets waar jij met je studenten dan ook met rode oortjes naar? Krijgen studenten natuurlijk rode oortjes van? Nou, dat is niet waar, want het is gewoon ellenlange gesprekken. Ik bedoel niet zozeer vanwege de inhoud, maar natuurlijk ook vanwege het idee dat je dan precies kunt zien hoe hij van zijn leven... Ja, dat is ontzettend spannend. Kijk, hij heeft ook een gesprek met zijn ouders opgenomen. Iets dichter bij de microfoon, ik weet niet. Met zijn ouders, zelfs aan de kist van zijn vader, waarvan iedereen zou zeggen dat is buitengewoon ongepast. Ja, dat is zo. Maar het is wel fantastisch dat het er is. Het doet nu niemand, het doet nu tientallen jaren na dato, het doet niemand kwaad. En het is alleen een uniek document. Nee, daarin kan je dus precies vaststellen dat wat daar gezegd wordt, dat de weerslag daarvan terugkeert in een scène in de doodshoofdvriend, een roman van Wolkers over zijn vader. Dus dat is voor de studenten toch heerlijk materiaal. Dat is trouwens ook een aardige aanvulling op die verrassingen. Je noemt de doodshoofdvriend. Er was inderdaad een hele grote ladekast in de studio met typescripten onder andere van de doodshoofdvlinder. Ik meen in de derde persoon verteld, typescript. En ik vond in de tuinkamer een heel groot typescript van een vroegere versie van de doodshoofdvlinder, waarin de ik-vertelvorm is gebruikt. En dat geeft natuurlijk een heel andere inkijk, een heel ander perspectief natuurlijk ook in de verhaalwerkelijkheid in de verhaalwereld. Het zijn dat soort vondsten die eigenlijk dan ook gebruikt kunnen worden bij de interpretatie en het onderzoek bij zo'n roman. Juist die verschillen die wijzen op bepaalde breukjes of beslissingen die genomen zijn om iets weg te werken of om het accent op iets anders te leggen. En dat is voor een literatuurwetenschapper een bevoegdheid. Ja. Nog iemand? Ja. Ik was wel nieuwsgierig of het ook bij de kunstgeschiedenis ook terug hoort bij de universiteit. Ik zou daar het volgende op willen zeggen. Toen wij 4 jaar geleden betrokken werden bij de mogelijkheid om deze nalatenschap te verwerven voor Leiden, vonden wij als universitaire bibliotheek Leiden het eigenlijk vooral om 2 redenen heel interessant. Er zit een grote component beeldend werk in. Uiteraard de schilderijen en reliefs. Maar ook die tekeningen, 220 tekeningen, die dus ook naar het prentenkabinet binnen de universiteit, dus onderdeel ook van de Universitaire Bibliotheek Leiden, komt. Er zijn dus 2 vakgroepen die heel blij zouden kunnen zijn met dit werk. Dat is inderdaad het instituut kunstgeschiedenis, het vakgroep kunstgeschiedenis. En vakgroep Nederlands. We hebben een hele grote collectie beeldend werk binnen de universiteit. Vroeger als prentenkabinet zelfstandig gehuisvest, maar sinds 2002 onderdeel van de Universitaire Bibliotheek Leiden. En eigenlijk al 130, 140 jaar hebben wij als UB ook het bruikleen van de maatschappij van Nederlandse letterkunde. Dus we hebben een hele grote collectie. Publicaties, romans, gedichten, manuscripten, archieven ook van auteurs als Beets, Frans Kellendonck. En juist binnen die grotere delen van beeldend werk past dit nou juist zo mooi erin. Je kunt het op zichzelf bestuderen, beeldend werk van Wolkers.
teksten van Wolkers, maar je kunt daar ook allerlei dingen mee doen in de vergelijkende sfeer. Dus daar zijn allerlei mogelijkheden, denk ik, maar ook dus voor studenten en onderzoekers bij kunstgeschiedenis. Ja. Misschien zal voor studenten geschiedenis, biografie. Ja. Bent u Wolkers, is het proces zo goed? Ja, ik zit zelf eigenlijk te denken aan de vakgroep biologie. Hey, ik moest er net aan denken, omdat Carina liet hier die prentbriefkaart van Marika Ruk zien, die dus in een film speelt waar de jonge Jan naar gaat kijken, hier in de Trianon aan de overkant van de Breestraat. In de kwam van biologie. En, nou, ik kom terug bij de biologie, want... tweede versie is dat. Dat is tweede versie, is dat. Want daarin beschrijft Jan Wolkers namelijk dat hij en zijn vrienden Marika Ruk natuurlijk... Marika Ruk me af! Dus dat gebeurde daar ook. Dus het is blijkbaar in alle opzichten een heel interessant... Marika Ruk danst op dat doek met twee slangen bovenaan. Ja, ook nog eens. Ja. De vriend van Erik Poff, lekker toch, zo'n vrouw die een slangetje te rand neemt. Ja, ja. Tweede versie. Ja, allemaal. Dat durft hij al in 62 minuutjes kwijt. Dat is waar, daar zit ook een mooie. Nog iemand? Ja, studie. Nee? Zijn we tevreden? Kort, is er nog iets wat jij over het verschil wil brengen wat we niet aan de orde hebben gesteld? Ik denk dat jullie wel een heel mooi beeld hebben gegeven. Dat dacht ik ook. Dan sluit ik deze vergadering als ware in Harry Denfrik zelf. En dan wens ik u nog een hele mooie middag. En ik hoop dat u allemaal ontzettend zult gaan genieten van de collectie Wolkers hier in onze eigen prachtige stad. Dank u wel.